Verret in de spits. Aansluiting van Mauro Junior. De eerste aanval dus van Eindhovenaren met ruimte aan de linkerkant bij Gakpo. Gutierrez wil hem graag hebben. Draait ook weg. En de eerste schot van de wedstrijd. En die gaat er gelijk in. Na een enorme blunder van Vaassen. En Vaassen scoort makkelijk. Zoals gezegd. Ver inworp richting Van Weert. En dan is daar toch een aardige mogelijkheid voor Pacherman. Stuitert allemaal wat ongelukkig voor de middenvelder van RKC. Die zich nu ineens realiseert dat dat toch wel een mogelijkheid was. En nu zeker. En 1-1 ook. Wat een goede kopstoot van Van Weert. RKC komt op gelijke hoogte. Want PSV staat te dromen. Staat te slapen eigenlijk na die snelle 1-0 van Gutierrez. Maar wat een mooie kopbal van Van Weert. Je ziet een ploeterend PSV. Mauro Junior, bal weer verlengd. En dit is een serieuze kans. Gutierrez. Dicht bij zijn tweede treffer. Abels, dat is een goede bal richting Ramselaar. Abels zou hem graag terug willen hebben voor het doel Verret. Bij de tweede paal, de goal, nee! Wat een atletische actie van Gakpo, maar geen doelpunt, wel hoofdpijn. Nou, zo wordt PSV dus slechts heel sporadisch gevaarlijk. Zou RKC dat nu ook kunnen worden met Seijs, die zomaar wegloopt bij Izimat. Seijs met zijn tweede kans en Room met de redding. Grote mogelijkheid voor RKC. Vaassen, wat doe je nu? Vaassen, wat doe je nu? Je maakt er al een potje van in de eerste minuut. En nu is het ook fataal. Want zo wordt het 2-1 PSV. En beleeft Vaassen hier een absolute nachtmerrie. Jongen, jongen, jongen. Het ging helemaal mis. Voor Etienne Vaassen na 24 seconden. En terwijl PSV in de tweede helft volkomen op een dood spoor zit, gaat Vaassen goochelen. Tahiri. Bakari is nog helemaal vrij. Dit kan ook. Dit ziet er goed uit, deze aanval van RKC. Komt nog een grote kans en die gaat er net naast. RKC nu een hoop mensen naar voren gestuurd bij deze vrije trap. Die verlengd wordt en zomaar goed kan vallen voor Maatsen. Want Maatsen gaat hem scoren nog. Omdat er bij PSV niet wordt opgelet. Extra tijd breekt aan en Maatsen met zijn snelheid. En zo gaat het richting de verlenging. Wat een geschutter achterin bij PSV. Een plomp verloren lange bal. En dan ligt hij er zomaar in van de voet van Maatsen. Lozano vertrekt uit de rug van Kwast. Drost is niet snel genoeg om de Mexicaan te achterhalen. Lozano, doet hij het? Nee, dit is een goede ingreep van Vaassen. Die natuurlijk wel wat goed te maken heeft, maar dit uitstekend deed de doelman van RKC. Sterker nog, RKC is inmiddels aan de andere kant. Bakari. Bakari met Abels, Bakari terugleggen. Daar komt de volgende mogelijkheid en die gaat erin, zeg. Het is 3-2 RKC. 3-2 RKC. Maatsen is de grote held van de Waalwijkers. Want nu is het zover. PSV ligt eruit.